Juist bij tegenspoed is het prettig om een sterke technische basis te hebben. Dat toont Duitsland ons. Onze oostenbuur heeft wel een krachtige maakindustrie en komt dan ook veel gemakkelijker uit de crisis. We moeten proberen techniek en wetenschap aantrekkelijker te maken. We moeten ook naar een mentaliteitsverandering. Af van het idee dat Nederland enkel een handelsland is. We hebben onze welvaart nu, zowel als vroeger, niet alleen aan slim handelen te danken, maar ook aan innovatieve ontwerpen. Als middelbare scholieren zouden zien wat er bijvoorbeeld op de Tweede Maasvlakte is gebeurd, dan kan het niet anders dan dat ze met een gevoel van trots worden vervuld en met het idee, zou dat misschien ook iets voor mij zijn? Technologische kennis verliezen gaat snel. Het opbouwen ervan vergt grote investeringen en lange termijn. En om ons land vooruit te helpen in de groeiende wereldwijde concurrentie, zullen we een situatie moeten creëren waarin deze bedrijven kunnen groeien en waarin nieuwe bedrijven kunnen ontstaan. Wij denken dat het fundament van de industrie versterkt moet worden op twee manieren. 1. Meer geld steken in onderwijs, technisch onderwijs. 2. Meer geld steken in onderzoek, ook publiek onderzoek. Dan hebben we over 10 tot 20 jaar hebben we nog steeds een goede boterham in Nederland. D66 wil ingenieurs en technici meer kansen geven door een opene houding naar de rest van de wereld. 500 miljoen extra voor fundamenteel onderzoek en slimme oplossingen voor maatschappelijke problemen, zoals kilometerheffing in plaats van alleen maar extra asfalt. Nederland zal in de toekomst zijn geld moeten verdienen met het maken van echte producten. Maakindustrie met beta's en technici. En daar wil de ChristenUnie in investeren. Partij voor de Dieren die gaat voor meer duurzaamheid. De Nederlandse samenleving die moet in overeenstemming gebracht worden met de draagkracht die de aarde heeft. En daarom, daar zijn veel ingenieurs voor nodig. We wijzen ook op de maatschappelijke verantwoordelijkheid, dus we willen graag een einde aan de bio-industrie. Het CDA vindt techniek en innovatie heel belangrijk voor de maakindustrie. Want de maakindustrie, daar verdient Nederland het geld mee. Dat zijn producten die je kunt vasthouden, die je ook kunt verkopen naar Europa toe of buiten Europa. En daar kunnen we geld mee verdienen. En dat is voor het CDA heel belangrijk. Zeker in deze onzekere tijd waar brood op de plank moet komen. De VVD wil een economisch sterk en onafhankelijk Nederland. Daarvoor is technologie belangrijk. We willen daarom graag het topsectorenbeleid voortzetten. We willen extra investeringen in technologie. We willen graag het MKB Plus Innovatiefonds behouden en investeringen aanjagen bij bedrijven. Een sterke economie en een goed technologiebeleid en ook goed technisch onderwijs, daar gaat ons eerste hoofdstuk over in het verkiezingsprogramma. En dat is niet toevallig. Dat is voor ons de hoogste prioriteit. Voor GroenLinks is duurzaamheid leidend, ook als het om techniek gaat. De vervuiler betaalt, duurzame innovatie moet renderen, zodat we als Nederland klaar zijn voor de toekomst.